We hebben minder dan een jaar te gaan voordat we de verkiezingen hebben. Wat dus betekent dat we de verkiezingspropaganda vaker zullen tegenkomen. Je ziet het wel, hier en daar vlaggen die worden opgehangen. Maar is er sprake van een vlaggenstrijd? Welkom bij een nieuwe aflevering van Serenatori. Vandaag voer ik een gesprek met de waarnemend fractieleider van de abo meneer Evert Karto. Ja, welkom erbij meneer Karto. Ja. Uh, om te beginnen. Um, we naderen de verkiezing. Wat dus betekent dat uh, de partijen hard bezig zijn om het vertrouwen van het volk te winnen. Zodat er op hun gestemd wordt natuurlijk. Is de PL ready voor de verkiezingen? Mooie vraag. We zijn al elf maanden richting de verkiezingen. Uh, voor de verkiezingen, laat ik zo zeggen. En als je de vraag stelt, zijn we ready? Ik mag u wel zeggen: de PL is altijd ready. Het is niet. We wachten niet. Uh, een jaar voor de verkiezingen, maar de PL is vanaf het aantreden van de regering, of zitten uh, in de regering, altijd bezig met zijn activiteiten. Zoals men weet, de PL slaapt niet. Het is een partij die niet slaapt. Als de partij in de oppositie zit, ook niet. En nu uh, zitten wij in de regering, samen uh, met coalitieverband met de VAP en de ABOP. En we zijn altijd ready. Um, recentelijk trok de ABOP tijdens een PL-vergadering alle aandacht naar zich toe. Um, er werd gezegd dat, er, dat het uh, voor een verstoorde setting heeft gezorgd. Vindt u dit gezond voor de onderlinge samenwerking of is er juist sprake van uh, gevaar voor de partij? Nee, op zich zie ik nog geen gevaar. Kijk, we moeten uh, eerlijk en realistisch zijn. Uh, de samenwerking tussen de ABOP en PL heeft vele uh, vragen. Doen op reis naar de samenleving toe. En die veel mensen verrast. Want zonder de samenwerking in het begin, de, de, de lijstverbindenis, zou geen van beide partijen misschien in de regering zitten. Maar is er een, een strategie? Is er een alternatief of een strategie van de voorzitters, van de twee leiders, om samen te werken? En door die samenwerking hebben we samen tien zetels. Waarbij uh, uh, op de lijst van de partij hoort. Twee zetels uh, gekozen. één uit Wanica, eentje uit Kammerwenen en dat ben uh, mijn persoon, ik. ik. En uh, we moeten kijken, de samenwerking, wat heeft ons gebracht in de regering. Dus wij moeten elkaar niet proberen te concurreren, maar de samenwerkingsverband juist te verstevigen in het belang van de samenleving het, van Suriname. En hoe verloopt uw verkiezingsprogramma in het district? Zijn er op korte termijn activiteiten ingepland? Nee, sowieso. Uh, wij wachten niet totdat de verkiezingen naderen. Net als wat ik eerder uh, heb aangegaard. We zijn altijd bezig. Om in, in principe de mensen of de samenleving bewust te maken. We hebben altijd activiteiten georganiseerd. Het mag zijn een. een, 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 een een voetbalnarcode, het mag zijn een, een mini-vergadering. Maar altijd bezig met de samenleving. Dus uh, wij wachten niet wanneer de verkiezingen uh, beginnen. We zijn dagelijks op het veld om met de uh, samenleving bezig te zijn. En dat is een patiëntloer. Meneer Karto, gaat u zich weer kandidaat stellen? Ik heb er gewoon ambitie mee. Kijk, ik zeg, uh, het is mijn eerste termijn. Dit uh, regeert is mijn eerste keer als uh, parlementariër. En je ziet dat je veel kan doen voor de samenleving. Dus uh, het doet altijd goed als je iets kan betekenen voor de samenleving en vooral als je ook meent uh, met, met, met het volk. Met het volk, ja. U had het eerder over uh, concurrentie, hè? maar we hebben ook gemerkt dat er tijdens uh, politieke activiteiten vlaggen worden opgehangen uh, van bepaalde politieke partijen uh, aan overheidseigendommen uh, of stroompalen. We hebben zelfs vernomen dat er een soort vlaggenoorlog wordt gevoerd. Bent u het hiermee eens? In principe niet. En ieder of elk partij heeft zijn eigen manier van om propaganda te voeren. En we moeten, het verleden heeft ons geleerd dat niet vlaggen de verkiezingen wint. En, en, of gaat men een vlag zetten voor, uh, op het perceel of voor zijn huis, maar dat wil nog niet zeggen dat die persoon voor die partij gaat stemmen. Er, ...moet een bepaalde reden zijn. Dus daarom zeg ik... Uh, ...ik geloof er niet in, in vlaggenoorlog. Uh, net als wie je dat zegt. Uh, ik zeg liever... ...iedere is vrij, we dit een leven in een democratische land. En iedereen mag vlaggen zetten. Hoeveel ze willen. Waar ze willen. Maar ik geloof niet in vlaggenoorlog of zo. Want uh, de realiteit zegt heel veel. Wat vindt u van de politieke uitspraken die worden gedaan? Beloftes die worden gemaakt? beschuldigingen die worden gedaan om politiek te scoren? Kijk, uh, net als, uh, we moeten gewoon realistisch blijven, net als ik zeg, uh, Velen gaan nu, nu we een jaar voor de verkiezingen zijn, gaan velen nu met beloftes uh, uh, uitsmeten. Ik ga dit voor je doen, ik ga dat voor je doen. Maar ik zeg alleen, ik hoop niet dat de samenleving of de kiezers dan uh, dom blijven of dom zijn. En ik hoop dat zij dan hier realistisch blijven. Dat zij weten waarvoor ze gaan en voor wie ze moeten stemmen. En als jij als samenleving of als kiezer het land uh, vooruit wil brengen, ligt het niet ook aan de partij die belooft te gaan. Uh, je gaat zoveel beloven wat ze gaan doen voor jou. Ik zeg: een mooi plan of een mooie visie zegt nog niets, is nog steeds theorie. Maar de praktijk zegt anders. Dus. Uh, Laten we dan de keuze goed maken en kijken waarvoor we gaan. En soms zeg ik ook: het hoeft niet de partij te zijn, maar de persoon die op de lijst staat. En je bent zeker dat die persoon je elk, op elk moment uh, uh, een beroep kan doen op die persoon, dan ga je voor die persoon. Want soms zetten bepaalde partijen mensen als kandidaten. Ze worden gekozen, maar ze kennen het volk niet meer. En mijn instelling is: ik ben er als parlementariër niet alleen voor wenen, alhoewel ik gekozen ben uit Commonweinen. Ik zeg, ik werk voor ieder. Het maakt niet uit wie of wat je bent, of, je, of, of van welke partij je komt. Je bent Surinamer. En als je Surinamer bent, ga ik dan uh, 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 hoe je dienstbaar zijn voor jou, of uh, bereid uh, moeten staan voor jou. Om jouw belangen, je behoeften of je problemen proberen te op te lossen naar, de, 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 naar mijn vermogen. Tot slot, heeft u misschien een boodschap die u wilt meegeven aan de kijkers? Nou, uh, ik zou de kijkers wel uh, op het uitdrukken. Ga evalueren. En van alles wat er wordt gedaan, moet je altijd een goede evaluatie maken. En we weten dat er partijen, politieke partijen, reizen als zullen. Die vaak komen met beloftes. En als ze daar zitten, weten ze niet meer wat ze hebben beloofd. Zo ook uh, zien we wat er uh, gebeurt uh, met, ik noem maar op, de 200 dagen, de 600 dagen, de 1000 dagen, die beloofd werd naar veranderingen. Dus la, laten we mensen niet uh, 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 dingen gaan beloven. En dat heb ik ook mensen niet beloofd tijdens mijn propaganda in de verkiezingen, bij de verkiezingen van 2020. Ik zeg alleen, we moeten eerlijk en rechtvaardig zijn, eerlijk en rechtvaardig bestuur hebben. En dat we moeten, als we zeggen we zijn Landsdienaren, moeten we land en volk moeten werken, Openstaan voor een ieder, een ieder helpen waar nodig is. Ga niet uh, 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 kieskeurig zijn. Die persoon ga ik helpen, die persoon ga ik niet helpen, omdat als we zeggen we zijn Surinamer, moeten we daar zijn voor elk Surinamer. Dus mensen maak een goede keuze. Kijk wie je kan zetten of je kan plaatsen, wie daarvoor je gaat zijn, wanneer je voor die persoon hebt gestemd. Want nu is het makkelijk. Het gaat nu one man one vote, landelijke evenredigheid. Je kan stemmen op een partij van wie je houdt, maar de persoon die ze daar zetten houdt niet van jou. Dus stem op, een, op iemand waarbij je zeker weet dat die persoon bereid is jouw telefoontjes op te nemen, jouw problemen uh, Proberen of helpen op te lossen en daar te, daar te zijn waar je het hart nodig hebt. ze jou het hardst nodig hebben. Dus uh, wij gaan voor Suriname, we gaan voor beter Suriname en uh, laten we realistisch en bewust zijn van onze keuze. Dank u wel. Volgens de heer Carto is er dus geen sprake van een vlaggenoorlog tussen de politieke partijen. Heeft u een onderwerp dat u via ons programma wenst te belichten? Dan kunt u ons gerust een WhatsApp-berichtje sturen op het nummer 84 85 816. Volg ons op Facebook, YouTube en TikTok en dan zie ik u de volgende keer weer met een nieuwe aflevering van Sranantori. Sranantori, snel, scherp, altijd bij de tijd.